Mijn naam is Noa Strijbos. Ik doe de opleiding junior stylist op het Zuma College. En ik heb het ontwerp van Dennis Pak gedaan. Ik ben Bo Broers. Ik zit in mijn eindexamenjaar van niveau 4 specialist mode en maatkleding op het Zuma College. En ik heb de uitvoering van Noa's ontwerp gedaan. Dus echt van begin tot eind maken. Heel spannend en heel leuk om te doen. Echt, ja, we zijn echt heel erg vereerd en dat maak je niet wekelijks mee. Ja, je krijgt er ook wel heel veel ervaring door in je opleiding. Ja, dus dat is wel echt een pluspunt voor je carrière later. Dennis, hoe kwam je op het idee om dit allemaal in gang te zetten? Nou, het idee kwam door jullie, door Skills. Want ik kreeg een mailtje, en niet alleen ik, maar nog een heleboel meer Kamerleden, met de vraag, wil je je haar en make-up laten doen? Dat is natuurlijk een wat vrouwelijke vraag. Die hebben misschien wat meer haar en vooral vaak make-up, ik niet. Maar ik dacht, ja, ik moet wel naar Prinsjesdag, ik moet ook een pak. Dus ik heb brutaal eigenlijk teruggevraagd, nou ja, op zich leuk, maar kunnen we ook niet een pak maken? En toen zeiden jullie, nou, misschien kan het wel. En zo is het eigenlijk bij elkaar gekomen. En dat ging heel snel, dus ik vond het heel gaaf. Dus jullie kwamen ook niet zomaar met iemand. Je zei, nou, we hebben nog iemand die heeft echt de wedstrijden gewonnen. Echt de ontwerpwedstrijd, de skillswedstrijd in Nederland. Die is Nederlands kampioen. Nou, dan ga je geen nee meer zeggen natuurlijk. Ik heb eerst, ik was dus uitgekozen door de docenten uit van mijn opleiding. En daar heb ik toen een kwalificatieronde gedaan tegen ja, eigenlijk de rest van Nederland. En daar zijn de beste 8 uitgekomen. En die kwalificatieronde had ik zelf ook nog gewonnen. Dus ja, dan heb je eigenlijk al een kleine voorsprong in de finale. En in de finale ja, was het weer raak en toen werd ik weer eerste. Dit is dus vandaag heel leeg. Maar volgende week op dinsdag staat het hier waarschijnlijk helemaal vol. En dan is het natuurlijk Prinsjesdag. En het interessante is, waarom ook leuk is dat Skills daar zoveel aandacht aan besteedt, is natuurlijk dat heel veel op die dag ook door mbo's gedaan wordt, door echt vakmanschap. En dat bedenken we niet de hele tijd als je daar staat en naar kijkt op tv, Prinsjesdag bekijkt. Maar het gebeurt wel, hè, van de ridderzaal, de inrichting daarvan, de bloemen, maar ook de paarden die voor de koets lopen. Mensen die dingen aan hebben, zodat ik ook een pak aan ga krijgen. Dat wordt door mensen op het mbo gemaakt. Dat echte vakmanschap, dat talent. En op deze manier kunnen we dat ook een beetje laten zien. Dus dat is wel extra leuk, ook van het initiatief van Skills. Oh ja, oh, leuk je. Nou, hier. Welk deel is dit? De bovenkant. Oh, de bovenkant. Er zit toch een soort van in de koets. In de koets. Ja, ik ben vooral vereerd dat ik in zo'n mooi ontwerp mag lopen op Prinsjesdag. Dat kan niet iedereen zeggen. En ook nog eens heel mooi dat we dan kunnen laten zien wat voor talenten allemaal op het mbo zit. Nou, wat ik spannend vond, want heel veel mensen zouden misschien nu denken, want het is toch echt een hartstikke saai grijs pak. Maar het spannende vind ik zit in de details. Natuurlijk de binnenkant en de voering. Maar het zit ook nog hier in de zakken. Ik heb eigenlijk geen jasjes waarbij de zakken doorlopen tot eigenlijk op je rug. De meeste jasjes zijn heel traditioneel. Dus hier, dus, ja, de revers zijn al een beetje opengeknipt. Dat heeft deze niet, deze loopt helemaal door. Dus er zitten wel dingen in die echt wel anders zijn. En het ook wel een beetje feestelijk maken.